Het is alleen al bijzonder door zijn grootte. Het is eigenlijk een van de grootste gebouwen in het centrum van Rotterdam. Al zou je dat niet zeggen als je ervoor staat, maar loop er maar eens omheen. En dan kom je vanzelf tot de ontdekking hoe groot het eigenlijk is. En het zijn 7 tot 9 lagen, als ik het goed heb. Het is ook een bijzonder gebouw qua architectuur. Het is gebouwd door Maaskant, een bekende Rotterdamse architect die heel veel monumentale gebouwen heeft gebouwd. Maar dat was ook iemand die heel veel oog had voor de functionaliteit van een gebouw. Dus ik dacht er ook heel goed over na dat je het moest gebruiken en dat mensen daar in het gebouw het plezierig moesten vinden. Maar ook allerlei andere dingen moesten plezierig verlopen. Dus het onderhoud moest makkelijk zijn. En dat had tot gevolg dat hij de structuur van zijn gebouw en de constructie altijd heel erg zichtbaar aan de buitenkant hield. Dat zie je bij het Groothandelsgebouw ook heel sterk. Je ziet al die pilaren en draagconstructies, die kan je helemaal volgen hoe dat eigenlijk in elkaar steekt. Hij heeft bijvoorbeeld ook aan de gevel rekening gehouden met de zoninval en zoveel mogelijk de dikte en de plaatsing van ramen, de dikte van de kozijnen en de plaatsing van ramen zo gedaan dat in de winter de zon binnen schijnt en het gebouw als het ware een beetje opwarmt en in de zomer er zoveel mogelijk schaduw naar binnen valt. Dat is vrij aardig gelukt, want er is niet zo gek veel behoefte aan zonwering. Dat maakt het tot een bijzonder gebouw en tot ongeveer... Na 1970 is het erg in de mode geweest om op deze manier te bouwen en daarna is Maaskant wat in vergetelheid geraakt, jammer. Ja, er zijn een paar bruggen gemaakt, waar, die zijn zo ontworpen dat je daar met een bakfiets tegenop kunt. Want in die tijd was de bakfiets en de handkarren waren nog volop aanwezig. En er is een hele grote brug aan de achterkant van het gebouw. Die is zo dat je daar elkaar kan passeren met 2 bakfietsen, is breed genoeg. Hij is ook nog eens een keer, is de helling zodanig dat je dat met mankracht naar boven kan. Ook groot genoeg en zwaar genoeg uitgevoerd om met auto's naar boven te komen. En in het gebouw vind je dan ook allerlei banen en hellingen waar je dus met vervoer op wielen makkelijk terecht kan. Liften zijn ook qua grootte zo groot gemaakt dat er nu nog pallets in kunnen. Dus met de toekomst hield hij toen ook al rekening. En dat is vrij uniek voor zo'n gebouw. Zeker midden in de stad.